De ABOP mikt op 100.000 stemmen en meer bij de verkiezingen van mei 2025, vertelde vicepresident Ronnie Brunswijk vandaag voor aanvang van de vergadering van de ministerraad aan journalisten. De functionaris stelt dat zijn partij al huiswerk maakt om haar verwachte verkiezingsuitslag binnen te krijgen. Kijk, men hoeft dat niet te geloven. Men hoeft, ik weet niet wat ze, wat ze voor woorden ze dat willen geven. Maar ik geloof sterk in. En mijn baby, en ik weet dat, ik niet alleen maar droom, maar ik weet dat wanneer ik iets zeg en ik werk daarna, dan gaat het dan inderdaad de werkelijkheid worden. Laten we kijken. De man dat ik de woorden jagi de woorden is maar serie. Natuurlijk, ik heb al gezegd van, als ik geen 100.000 stem vind in Suriname, dan hou ik gewoon op met wat politiek betreft. Brunswijk geeft aan dat het publiek niet achter hem staat als hij minder dan het gewenste aantal stemmen binnenkrijgt. Zijn campagnevoering is vanaf zijn aantreden begonnen. Heb ik nooit meer stilgelegen of gezeten, ben ik elke keer weer op het veld. En ik heb die mensen ook gezegd dat wanneer je bijvoorbeeld leiding geeft van het land, dat je alle hoeken van het land moet kennen. Dat je niet alleen Paramaribo bijvoorbeeld, je bent, sommige mensen zeggen van ja, sommige partijleider. Ik heb ze laatst gezegd van, als je leider bent, je bent een partijleider, een voorzitter van een partij, dan moet je ook Suriname kennen. Dan moet je ook die gebieden kennen, je moet ook daar gaan slapen, zodat je die noden van die mensen. Anders kan je alleen maar Paramaribo en Wanica doen. De vicepresident geeft verder aan dat vele partijen zich niet hebben laten zien in het binnenland. Het lijkt erop dat de focus alleen op Paramaribo en Wanica is, omdat met de aanpassing van de kiesregeling de meeste zetels in die districten zijn.